Apeldoorn herdacht bevrijding bij het Sluisje en op het Oranje Park. En Koningskermis staat meer in het teken van het gezin. Op maandag 17 april, tweede paasdag, werd de bevrijding van Apeldoorn herdacht. Dat gebeurde eerst bij het monument bij het Sluisje en later werd het vredesvuur aangestoken op het Oranje Park. De bevrijding op 17 april 1945 was, achteraf gezien, niet zo lastig als dat de Canadezen hadden verwacht. Op een paar sluipschutters na waren de meeste Duitsers al uit Apeldoorn vertrokken. Twee verzetshelden, Albert van der Scheur en Gijs Numan, wisten de Canadezen van tevoren daarover te informeren. Met hun daad bleef Apeldoorn bespaard van zware beschietingen. Ook Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen werden diezelfde dag nog bevrijd. Een dag later werden ook Apeldoorn-Zuid en Uggelen bevrijd. De Canadese militairen werden toen door grote groepen uitbundige Apeldoorners onthaald. Geen sensationele attracties, maar een kermis voor het hele gezin. Zo gaat de Koningskermis er dit jaar uitzien. En wat voor attracties staan hier allemaal? Er staan diverse attracties, variërend van kindervermaak tot vermaak voor de grotere. En dit jaar hebben wij ons iets meer misschien toegericht op de familiaire, op de familieattracties als andere jaren. Want het doel daarvan is? Wij proberen eigenlijk, want die Koningsdag trekt altijd heel veel publiek. En wij proberen dit jaar om ook de voordagen de mensen op de been te krijgen om naar de kermis van Apeldoorn te komen. Het teken van deze kermis meer gericht is op kinderen. Klopt dat? Ja, Apeldoorn wil de familiestad van het jaar worden, is gebleken. En wij hebben daar deels ook aan meegewerkt, omdat we nou heel veel familiaire kinderzaken of kinderzaken, kermisattracties hebben voor de hele familie. De opbouw van de kermis is op het Marktplein begonnen. Aanstaande donderdag gaat de kermis van start met om 2:00 's middags een officiële opening. Tijdens de 8-daagse kermis wordt er veel georganiseerd. En dat proberen we te doen door middel van 2-eurodagen op de zondag en op de woensdag. En als mede dat we dan een buurman laten komen. En we hebben op maandag is een tekenwedstrijd. Dan kunnen de kinderen bij de Oranje Commissie kan er een tekenplaat opgehaald worden. En die kunnen de kinderen inleveren hier op het kermistrein maandag. En als ze die inleveren, krijgen de kinderen een gratis muntje die ze in kunnen leveren bij een willekeurige attractie. Nou noemde je een 2-euro-dag. Wat betekent dat? Dan zijn alle attracties, misschien enkele uitgezonderd, zijn 1 euro. De kermis werd jarenlang georganiseerd door Klaas Sloots, die begin oktober van het vorig jaar overleed. Schoonzoon Dikkie Punt heeft dat nu op zich genomen. Wat doen jullie nu anders? Eigenlijk niet heel veel anders. Ik heb gewoon eigenlijk zijn oude tekeningen, zijn oude draaiboeken, zijn oude connecties. Alles loopt eigenlijk nog een beetje zoals het altijd was. De Koningskermis staat van donderdag 20 tot en met Koningsdag 27 april op het Marktplein. Morgen is het zonnig en droog. Er staat een matige wind en het wordt maar 9 graden. In de avond en nacht is het helder en blijft het droog. Bij een zwakke wind wordt het min 2 of min 3 graden. Donderdag is het vrij zonnig en droog en is er amper wind en wordt het 11 graden. Vrijdag is er veel bewolking, maar blijft het droog. De wind is matig en het wordt 14 graden.